kijk naar fruittelers die gaan spuiten. En daar zag ik er net in, dus ik ga even keren. Probeer ik om het spuitgedrag van die fruitteler te beoordelen op het moment dat hij vlakbij het oppervlaktewater aan het spuiten is, omdat daar de risico's voor het milieu groot zijn. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Jan Stap. Jan Ooyman is mijn naam. Ik werk voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en ik hou me bezig met controle op gewasbeschermingsmiddelengebruik. Nee. Welke middelen zitten erin? Delan. Ik spuit met Delan. Dan gaan we nu de doppen bekijken of u inderdaad met Venturi doppen aan het spuiten bent wat voorgeschreven is. En met welke dop was u net aan het spuiten? Met de Venturi. Met die groene? Ja. Oké, ik zie Albus TVI 80015. Dat zijn inderdaad Venturi doppen. En we hebben net in het wettelijk gebruiksvoorschrift gezien dat u ook Venturi doppen moet gebruiken in de eerste 20 meter. Nou, de doppen zijn vooral van belang omdat Venturi doppen een grovere druppel geven dan die andere doppen. En een grovere druppel waait minder ver weg. En als hij minder ver weg waait, is het risico dat hij in het oppervlaktewater komt en daar de zaak vervuilt, kleiner. De doppen zijn goed, het middel is goed, het eenzijdig bespuiten is goed. Ik moet nog even de teeltvrije zone meten. Ja, dank u wel. Dan loop ik naar de eerste gewasrij. Ik meet dit op omdat bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met deze techniek, met Venturi doppen, is wettelijk bepaald dat er minimaal een teeltvrije zone van 3 meter in acht gehouden moet worden. Nou, in dit geval is die ruim 4 meter, 4 meter 10, 4 meter 15 in die orde van grootte, dus dat is ruim voldoende op dat vlak om dit middel met die techniek te spuiten. Wat vindt u er als fruitteler van dat er zo wordt gecontroleerd? Als je een wet stelt, dan hoor je hem te controleren. En als je hem controleert, dan wordt hij nageleefd. En als hij nageleefd wordt, dan kunnen wij het middelenpakket wat we nu hebben behouden, omdat de middelen dan niet in de sloot terechtkomen, doordat we de juiste doppen gebruiken. Gaan die middelen wel de sloot in waaien, dan zullen ze uiteindelijk door de overheid worden verboden en dan hebben we ze niet meer. En dan kunnen we eigenlijk geen fruit meer telen. Dus het is ook in uw eigen belang? Het is ook in ons eigen belang. Dat gewoon de wetten nageleefd worden. Komt het nou vaak voor dat u moet ingrijpen? Helaas te vaak. Dat is zonde. Zowel voor het milieu als voor de teler zelf. Voor de toekomst, voor de breedte van het middelenpakket.